Ik ben Anne-Maria Ridderhof, getrouwd met Bart. En ik heb 6 jaar het werk van Wietske gedaan. Zo was ik dus samen betrokken met Bart bij het werk van de Bijbelschool. Ik heb ook zelf de Bijbelschool gevolgd, 2 jaar. In april 2019 kwam er eigenlijk heel snel een eind aan. Ik heb toen een herseninfarct gehad, wat Bart ook al heeft verteld. Ik was 33 jaar en in verwachting van ons derde kindje. En ik heb op die dag dat ik in het ziekenhuis kwam, heb ik 2 hele heftige epileptische aanvallen gehad. En ik heb van het herseninfarct ook door een litteken wat overgebleven is in mijn hersenen, epilepsie overgehouden. Ik heb medicijnen daarvoor en die dringen dat een heel stuk terug. Gelukkig heb ik nooit meer zo'n hele zware aanval gehad. Maar wel kleine aanvalletjes. Ik zie dan sterretjes voor mijn ogen knipperen. Soms langzaam, soms snel. Soms maar een paar seconden, maar soms houdt het ook wel een minuut aan. En dat kan gewoon eigenlijk op elk moment van de dag kan dat gewoon tevoorschijn komen. We hebben een gezond kindje gekregen, gelukkig. Dat is echt een ontzettend groot wonder. En na de bevalling hadden de neurologen mij eigenlijk beloofd dat ze nieuwe medicatie konden uitgaan proberen die beter zou werken. Dus daar zagen wij echt naar uit. Maar toen we die medicatie uit gingen proberen, toen bleek eigenlijk dat die nog slechter werkte als de andere die ik slikte tijdens de zwangerschap. Eigenlijk wisten de neurologen ook niet precies hoe ze het konden verbeteren op korte termijn. En ik bleef dus die sterretjes houden en ik bouwde langzaam heel erg veel angst op, ook door alles wat er gewoon gebeurd was met het herseninfarct. Naar mijn idee kreeg ik ook steeds meer angst, steeds meer aanvalletjes. En ik ging me ook heel erg focussen op die epilepsie, heel veel over nadenken. En op een gegeven moment durfde ik eigenlijk niks meer. Ik was helemaal bevangen door die angst. En op een gegeven moment lag ik echt alleen nog maar op de bank. Ik durfde eigenlijk gewoon geen dingen achter elkaar te doen. Was ik bang dat die epilepsie weer op zou spelen. Dus die angst had helemaal zijn greep op me. En toen kwam er gelukkig door genade een omkeer. Ik ben opgenomen in Kempenhagen voor 3 weken. Dat is een epilepsiecentrum. Daar werken allemaal mensen die heel veel verstand hebben van epilepsie. Daar ben ik heel goed onderzocht. Ik heb gezien dat andere mensen ook met epilepsie kunnen leven. Mensen soms die nog veel erger epilepsie hebben dan mij. En ik ben ook erachter gekomen dat ik nog heel veel kan. Want we hadden daar ook gewoon een programma en dat moet ik helemaal doorlopen. En ik zag ook, ik hoef niet de hele tijd op de bank te liggen. Ik kan ook gewoon nog heel veel dingen doen met epilepsie. Maar wat nog belangrijker was, tijdens die 3 weken heb ik heel veel tijd gehad om na te denken. Want ik had een kamer voor me alleen en ik kon gewoon alles rustig verwerken en nadenken wat er nu precies allemaal gebeurt. En toen ben ik er dus achter gekomen dat eigenlijk het grootste probleem van de afgelopen maanden was misschien wel niet mijn epilepsie, maar mijn angst. Mijn angst die werd gewoon heel erg groot. Het werd een soort monster waar ik gewoon niet van afkwam. En wat ik altijd heb geleerd, al heel veel jaar, dat je het woord moet geloven en dat je vast moet houden aan het woord, ook als het moeilijk is, dat de Heer een rots is en dat je niet bang hoeft te zijn, dat de Heer je kracht is, dat Hij bij je is, dat was gewoon allemaal weg. Dat wist ik wel op mijn verstand, maar ik kon dat gewoon niet meer geloven. Of ik zag dat gewoon niet meer, want die angst en die epilepsie, dat was gewoon alles waar ik naar keek. Er was heel veel onrust in me, heel veel onvrede, terwijl ik eigenlijk altijd wel de vrede van de Heer heel diep ervaarde, maar dat was ik gewoon echt helemaal kwijt. En toen daar heb ik gewoon heel veel tijd gehad om na te denken. Ik kwam er ook achter dat ik mijn angst vermeed, want ik bleef gewoon heel de tijd op de bank liggen, dus ik durfde gewoon niks meer. En ik las toen ook in een heel mooi boekje van Jeff de Vriese, pastorale counseling over angst. Een mooie regel, een onvermijdelijke weg om angst te doorbreken, is de angst niet meer te mijden, maar er dwars doorheen te gaan. En toen dacht ik, dat moet ik ook doen. Ik moet ook gewoon er doorheen gaan. En toen ben ik ook weer, toen ik uit het epilepsiecentrum was, ben ik ook weer naar winkels gegaan. En eerst ging ik naar 1 winkel. Dat was heel spannend. En toen ging ik naar 2 winkels. Toen kon ik er al 3 achter elkaar. Ik ging weer zwemmen. En ik ga langs de auto rijden. Dus ik ging steeds weer mijn leventje uitbreiden, zeg maar. We hadden ook hulp, Bart en ik ook samen van hele lieve
broeder en zuster, dat heeft ook heel erg geholpen. Dus ik ben zo ontzettend blij dat de Heer mij ook van die angst heeft bevrijd. Ik zie ook hoe het nu gaat. Ik heb nog steeds epilepsie. Ik heb nog steeds iets van 15 van die kleine aanvalletjes, van die sterretjes dus, die voor mijn ogen knipperen. Dus dat is niet weg. Ik weet ook niet, die epilepsie blijft waarschijnlijk mijn hele leven. Dat zeggen de neurologen. Er kan natuurlijk altijd een wonder gebeuren, maar dat is wat zij zeggen. Dus ik ben ook vaak duizelig, eigenlijk de hele dag door de medicatie. Het is ook niet hele prettige medicatie om in te nemen, maar goed, dat moet ik doen. Anders krijg ik zware aanvallen. Dus op zich zou je kunnen zeggen van, nou, dat klinkt allemaal niet zo heel erg leuk wat je nu zegt. Maar eigenlijk gaat het toch heel erg goed met me nu. Want ik heb weer gewoon die rust en die vrede terug van de Heere. En er is gewoon heel goed mee te leven. Ook dat ik hier ben, ik dacht, ik ga het maar gewoon weer proberen. Dit is echt weer een nieuwe stap, zeg maar. En het gaat gewoon echt heel goed. En zo zijn er zoveel dingen die ik weer kan, ook weer voor mijn kinderen zorgen. Dus daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. En ik heb ook weer gezien dat je met de Heer ook echt nergens bang voor hoeft te zijn. Ook niet voor epilepsie. En die waarheid moet je ook echt vasthouden. Als er iets in je leven is, iets waar je bang voor bent, of wat je angst aanjaagt, of wat iets groots in je leven, zo'n soort monster van, nou, bij mij was het dus angst, epilepsie. Wees daar ook gewoon niet bang voor, want de Heer staat overal boven. Het is niet nodig dat wij angstig zijn met God, want Hij is almachtig. Ik zou ook af willen sluiten met die hele bekende tekst uit Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.